Rosalie en vandaag heb ik weer een nieuwe video. En in deze video heb ik een morning routine voor jullie. En ik ga dus vandaag laten zien wat ik precies allemaal in mijn ochtenden doe. Dus ik ga bijvoorbeeld mijn make-up doen. Ik ga bijvoorbeeld mijn tas inpakken, omdat ik dat de vorige dag niet heb gedaan. En ik doe het allemaal wat langzamer, omdat ik eerst 2 uur vrij heb. Ik deed wat extra's. Dit bijvoorbeeld langer op mijn mobiel, dat soort dingen. En ik moest leren, dus dat zie je allemaal in deze video. Ik hoop je het leuk gaat vinden. Doe zeker je dat blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hier onderin. En dan gaan we gewoon snel beginnen met deze video. En laten we beginnen. Let's go! Goedemorgen, het is vandaag de dag dat ik mijn morgenroutine ga opnemen. En ik kreeg er echt heel veel vragen naar voordat ik mijn avondroutine had opgenomen. Dus hier is hij dan, mijn morgenroutine. En je ziet gelijk wat ik precies ga doen. Ik heb net gegeten en dat doe ik eigenlijk altijd. Ik begin eerst met eten en daarna doe ik de rest. En ik begin met de badkamer. En ik ga daar mijn gezicht reinigen van de avond. En dat doe ik altijd gewoon 2 keer. Omdat ik het dan wat frisser vind in plaats van dat het gewoon elke keer zo klef op je gezicht zit. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik vind het dus heerlijk om nog even een keer mijn gezicht te reinigen. En dan was ik het later dan weer af met water. En ja, dat vind ik gewoon heel erg verfrissend werken. En het voelt gewoon veel frisser dan normaal. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor tandpasta of tandenborstel ik heb. Het mag zo basic zijn als het maar kan. Dus dit is gewoon mijn tandenborstel. En tandpasta op dit moment eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen. Ik poets mijn tanden elke dag en dat doe ik 2 keer. En ik denk dat iedereen dit wel doet. Dus dat is een beetje wat ik doe. Ik ga nog 2 producten gebruiken. De ene product heet Aroma Water van Lush. Echt een heel erg fijn product. Dit verzorgt je huid ook goed. Het is trouwens niet gesponsord, maar ik gebruik het echt heel erg vaak om een beetje mijn huid te verzachten. En als laatste gebruik ik de Original Huidolie Evening Primrose. Mijn Engels is super goed, zie je al. In ieder geval, ik ga deze olie dus gebruiken om het huid ook nog extra te verzachten en wat extra te voeden. Ik ga laten zien hoe ik dit aanbreng. Het is heel erg makkelijk en het is heel erg verzorgd. We beginnen met de spray. En dan spray je gewoon zo over je gezicht heen. En het is echt deze geur. Echt top. Als laatste, of dus als tweede, gebruik ik dit hele leuke olietje. En dan doe je gewoon een heel klein beetje op je gezicht en niet te veel, want misschien krijg je daar wat puppetjes van of zo. Ik weet niet. Maar niet te veel in ieder geval. Dan gaat het zo druipen. En dan masseer je het rustig in met je handen. Om het een beetje goed in te laten trekken. Het overtollige doe je gewoon in de handdoek weghalen. Dus ga ik zo over de handdoek pakken. En dan veeg ik de laatste restjes van mijn huid. Even mijn handen wassen. Dat is een beetje vettig nu. En zo heb je dus een beetje je huid gereinigd. Echt heel erg handig vind ik zelf om een beetje die koude dagen door te komen. En niet te vaak doen, want anders kan het ook weer je huid een beetje beschadigen door te vaak voelen. Nadat ik dus mijn gezicht heb gereinigd en getandenpoetst, ga ik naar mijn kamer toe. En ik had het gisteren niet opgeruimd en ik had wat dingen binnengekregen. Dus mijn kamer zag er echt uit als een puinhoop. Dus ik heb het eerst even opgeruimd, alles in mijn kast gedaan. En dat doe ik eigenlijk niet elke ochtend hoor, want daar heb ik echt geen tijd voor. Ik heb namelijk eerst 2 uur vrij op dit moment. Dus daarom heb ik dit gedaan. Maar anders ben ik echt aan het haasten en snel make-up doen en dat soort dingen. Maar ja, dat doe ik dus altijd als mijn kamer een troep is, lekker even opruimen. Ik begin nu met mijn make-up en dit is gewoon heel erg standaard wat ik ga gebruiken. En dat ga ik nu laten zien. De producten die ik vandaag heb gebruikt ga ik nu even laten zien aan jullie. Als eerste product heb ik deze Maybelline Anti-Age Concealer. En dit is in de kleur 01 Light. Het heeft een sponsje, echt heel erg fijn vind ik dat. Kan je zo goed mogelijk verdelen. Dan verder heb ik hier mijn Lash & Brow Mascara van Essence. En dit is een doorzichtige mascara. Het is eigenlijk meer een vloeibaar goedje. En dit gebruik je dus voor op je wenkbrauwen te zetten. Dan heb ik dit wenkbrauwsetje van Catrice. En het is echt lastig met 1 hand open. Maar ik gebruik dus altijd deze kleur en krijg er heel veel vragen naar. Maar dit is dus mijn wenkbrauwsetje van Catrice. En als laatste, of ja, één na laatste product nu, is deze Dario Mascara van Benefit. Echt een aanrader, krijg je een beetje een false lash effect van. En die draag ik niet elke dag, maar ik dacht vandaag heel leuk. Dit is namelijk de iHeart Makeup, De iHeart Makeup Bronze and Glow. En die vind ik heel erg fijn. Het is dus een bronzer en een highlighter. En het zijn echt top producten. Ook handig voor op reis en de verpakking is echt top.
Ik ga nu mijn tas inpakken en straks in het volgende filmpje zie je dat ik een andere tas pak. En dat komt omdat die beter bij mijn outfit stond. En die vond ik even wat makkelijker omdat ik geen werkboeken deze dag nodig heb. Wat er allemaal in mijn tas zit is op dit moment gewoon alleen mijn schriftenbak. En dit gebruik ik dus echt heel erg vaak. Ik geloof dat jullie deze al vaker hebben gezien bij mij. Maar dit is dus mijn schriftenmapje. En hier zitten dus al mijn blaadjes in voor mijn schriften. Dan heb ik hier mijn kapje voor als het regent. Dit tasje is van de H&M. Dat is gewoon zo'n klutje geloof ik. En wat hierin zit is een rekenmachine. Een portemonnee, een pencil en handgel. Mijn etui. En dat kan je ook allemaal zien in mijn What's in my bag. Hier heb ik ook nog mijn baking bakje. Ik vind dat altijd veel handiger dan los, zeg maar. Want anders is mijn brood echt plat. En mijn bullet journal. Die gebruik ik dus heel erg vaak. En ik ga zo aan jullie laten zien hoe ik een nieuwe spread ga maken. En zo ziet dus deze week eruit. Heel erg weinig heb ik opgeschreven, maar ik had ook niet zo heel veel te doen. Maar ik ga voor jullie straks even laten zien hoe ik verder ga in dit boekje. En als laatste heb ik ook nog mijn sleutels en natuurlijk ook mijn mobiel. Maar ja, die heb ik nu gewoon hier liggen op mijn bed. De outfit die ik vandaag aan had is van Naked. Het is een hele leuke website en het is een blouseje met een zwarte broek. En hier zie je dus mij ook een Instagram foto maken. En dat doe ik dus altijd voor in mijn Instagram verhaal voor wat ik aan heb. En dan tag ik de persoon daar ook in. En dat vind ik heel erg leuk om te doen en krijg ook leuke reacties door. De planning voor volgende week wordt ook weer gemaakt worden. En ik had dus tijd over, dus dat heb ik nu nog even gedaan. Ik heb dus washi tape gebruikt, wat ik straks nog even ga uitleggen. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om dit te doen. En ik hou echt van plannen. En ik heb ook wel andere video's op mijn kanaal staan hoe ik plan. Dus als je nog een keer een video van dit wil zien, laat het even weten in de comments. Dan ga ik de volgende keer zeker weten iets nieuws maken. Mijn weekoverzicht is ook weer klaar. Ik ben er zelf heel tevreden mee. En ja, de washi tape hiervan is van MT. Ik weet niet zo goed wat voor merk het is, maar in ieder geval, daar is het van. Deze pen, ja, die weet ik ook niet echt. Het is van het merkje Uniball. En dit is gewoon zo'n kraftpapiertje. Zo'n inpakpapiertje. En voor de rest heb ik gewoon een HEMA fineliner gebruikt. Dus dit is mijn overview van de week voor volgende week. Mijn mobiel moet ik ook natuurlijk even checken. En nu was ik even bezig met het postje van mijn outfit die ik die dag aan had. Dus die blouse van Naked en die broek van Naked. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Een beetje creatief bezig zijn op Instagram. En ik hou er heel erg van. Nu ga ik nog even mijn haar doen, even kammen. En dan ben ik klaar voor de dag. En ik heb deze keer geen sieraden om, maar je ziet wel wat ik straks ga gebruiken voor sieraden. Vandaag heb ik geen sieraden om, maar meestal draag ik mijn famed horloge. En het ligt een beetje aan welk bandje, maar ik heb natuurlijk ook een zwart bandje. Of dit Most Wanted kettingtje. Dit is ook nog een famed armbandje. En dit is nog een kettingtje van United Wardrobe. En die draag ik heel erg vaak. Dus dit is een beetje wat ik draag op het moment als ik wel sieraden draag. Schoenen aandoen hoort ook bij het ritueel. En ja, vandaag had ik gewoon mijn witte Adidas schoentjes aan die ik eigenlijk elke dag aan heb. Het zijn gewoon topschoenen en zitten heel erg lekker. En nu ga ik door naar school toe. En dan gaan we naar de leukste activiteit van de dag. En dat is namelijk school. Het heeft wel geholpen dat ik nu gewoon wat later kon opstaan. Anders ben ik een beetje slaperig nog. Dus het gaat nu wel beter. Het was echt heel erg koud. Dus ik heb ook mijn handschoenen aangetrokken. En dan ga ik gewoon nu naar school toe. En dan is eigenlijk mijn morgenroutine afgelopen. En begint het echte leven. Dit is dan mijn morning routine en ik hoop dat je een leuke video hebt gevonden. Doe zeker dat blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hier onderin. En ja, dit is dus mijn morning routine. Zo maak ik me dus klaar voor de dag. En laat me even weten wat jij precies doet in de ochtend. Wat vind jij nou echt heel erg belangrijk om te doen? Dat vind ik super leuk om te lezen. En dan zie ik jullie volgende week zondag of zondag weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik tot dan. Doei doei!